Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en vandaag staan wij hier in Amersfoort, waar achter mij druk wordt gebouwd aan sportcomplex Amarena. Een sportcomplex met daarin een sporthal en een zwembad. En waar in de meeste gemeenten de bouw van één van die twee al gegarandeerd tot politieke ruzies leidt, doen ze het in Amersfoort gewoon allebei. En zo waar, de poppen zijn wel een klein beetje aan het dansen. Want er is wat kritiek. Wat is er namelijk aan de hand? De gemeente wil in het gebouw hierachter, op de begane grond, een groot restaurant openen. En dat laten uitbaten door de sportclubs die hierachter gaan sporten. En de gemeente is bereid daar wat geld voor uit te trekken. Maar dat leidt ook tot kritiek, want, zeggen sommige mensen, is dat niet een soort concurrentievervalsing voor de mensen die hier een kroeg of een restaurant hebben. Oftewel, sportcomplex Amarena. Megalomaan project of stukje participatiesamenleving dat we vooral moeten ondersteunen. Nou, ik ben wel benieuwd waarom bij de bouw van zo'n groot complex besloten wordt de uitbating van het restaurant op zo'n bijzondere manier in te vullen. Dus daarom ga ik even praten met de verantwoordelijke wethouder. Ja, wij roepen wel eens, we willen dingen doen samen met de stad, maar hier gebeurt het gewoon. Dus ja, hoed af voor die verenigingen die dat willen gaan doen. Maar die verenigingen steken dus hun nek uit om samen die horeca te gaan runnen. Dus die leveren hun vrijwilligers en die kijken natuurlijk ook naar wat levert het voor ons op, what's in it for me. De clubs, de sportclubs gaan helpen om dat restaurant een beetje te exploiteren, leveren daarvoor vrijwilligers, krijgen daarvoor weer een deel van de opbrengsten van het restaurant terug om hopelijk leuke dingen mee te gaan doen. Klopt. En daar gaat de gemeente bij helpen financieel. Die steekt er wat subsidiegeld in. Ja, juist vanwege het feit dat het hier om een unieke situatie gaat. Maar ook omdat wij met de investering die we doen voor dit sportcomplex willen dat het daar gaat bruisen. Hebben we daar wat geld voor over om dat gewoon goed in de markt te zetten. En ervoor te zorgen dat deze verenigingen eigenlijk vanaf dag 1 in staat zijn om het te kunnen gaan draaien. Ja, dat is op zich begrijpelijk. Aan de andere kant, u kiest voor die sportclubs dat te laten doen en helpt ze er financieel bij. Misschien als ik een restaurant heb in de stad, zeg ik van ik krijg helemaal geen subsidie, ik krijg er wel een concurrent bij. Ja, die subsidie is natuurlijk verbonden aan het neerzetten van het sportcomplex. Mm-hmm. Dat is één. Het tweede is, daar waar nu ook in de raad over gesproken wordt, van hoe zit het nou precies met die subsidie? Het is een korting op de huur die ze moeten betalen. En eigenlijk is onderaan de streep de situatie dat ze nog steeds huur moeten betalen. Mm-hmm. En de huur is wat verlaagd, met name vanwege het feit dat er een extra verenigingsruimte bij is gekomen. En die verenigingsruimte zorgt voor interne concurrentie. Nou, om dat op te heffen, hebben we het op die manier getracht te gaan doen. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld een restaurant om de hoek heb of een snackbar, dan zeg ik misschien van nu gaan ze een kroketten om de hoek in het sportcomplex halen en niet meer bij mij. Ja, dan moet u wel kijken naar de situatie daar in de wijk. Mm-hmm. Want zo'n voorziening is er niet op dat niveau. En het is wel van belang om, als je met zo'n concept gaat werken, die horeca daar, dat je ook kunt gaan kijken of je mensen uit de wijk naar dat sportcomplex kunt gaan krijgen. En als je dat lukt, mm-hmm. Dan kun je ze misschien ook aan het sporten krijgen. Nou, zo wordt er nagedacht over hoe je het een het ander kunt laten versterken. Ja, we staan hier voor sportcomplex. Bent u een beetje blij met het sportcomplex? Jazeker, daar ben ik zeker blij mee. En ik niet alleen. Oké, en vooral, we zijn hier ook vooral eigenlijk vandaag vanwege het restaurant wat erin gekomen. Het wordt een nieuw experiment. Dat gaan de sportclubs gaan dat zelf een beetje uitbaten met vrijwilligers. Heeft u al zin om een kop koffie te gaan drinken? Ik wel. En iedere middag happy hour om 5 uur een biertje. Ja. Grapje. Ja, precies. Ja, er wordt wel sport en zo. Er wordt vooral bier heffen voor u. Nou, ik denk dat ik wel een abonnement neem. En het is morgens om 7 uur net als vroeger in dat zwembad lig. Want als je hier zo 7 hoog woont en je hebt zo'n prachtig sportcomplex voor je neus. Nou, dan ga je daar toch gebruik van maken. Hè? Gezellig met elkaar eten en dan gewoon lekker zwemmen en zo. Ik vind het allerleukst als er dan ook daar ook nog een feestje wordt gevierd van een verjaardag. Het is ook nog eens de bedoeling dat de mensen die dan een kop koffie gaan drinken in het restaurant daarna misschien wel gaan sporten. Wauw, dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat zal ik echt niet gaan doen. Nee, u denkt, en u denkt misschien andere mensen dat u denkt... Misschien wel. Ja, dus u denkt van ik zit hier koffie te drinken, ik zie dat volleyballen, ziet er wel leuk uit. Het park wordt al heel veel gebruik gemaakt van al die figuurtjes die er lopen te sporten. Mm-hmm.
Dus u denkt, er is wel enige behoefte aan sport? Er is wel behoefte aan, maar voor mij niet meer, joh. Ik vind het een uitdaging. Nee, dat zou een uitdaging zijn. Het is een niet voor de hand liggende combinatie, zou ik zeggen. Om een restaurant te beginnen wat ook mensen gaat trekken, echt als horecagelegenheid, zullen ze wel een bepaalde naam moeten kunnen maken. Dus dat is echt een uitdaging. Dus ik ben benieuwd. Ik zou er zeker een keertje gaan kijken om te zien wat zij ervan kunnen maken. Maar ja, sporters en maaltijden. Ja, krijg je zo'n bord pasta met kip, wat wielrenners eten natuurlijk. Ja. Het zou inderdaad wel eens krachtvoer kunnen worden. Ja. Dat risico zit er wel in, dus je moet er wel zin in hebben, denk ik. Een paar proteïnerepen en gaan we er maar van genieten. Nou gaat de gemeente er ook wat subsidie in steken, zeggen sommige mensen, om dat op te zetten, zodat het restaurant gaat lopen de komende jaren. Dat willen ze in ieder geval gaan doen. Sommige mensen zeggen, dat is wel een beetje horecavervalsing voor als je hier gewoon in Amersfoort een gewoon restaurant hebt. Die moet helemaal zelf doen. Daar moet je volgens mij inderdaad heel voorzichtig mee zijn. Als je als overheid inderdaad een bepaalde markt opgaat. Of in ieder geval iets dergelijks als dit gaat subsidiëren. Aan de andere kant, laat het eens maar eens zien dat het het doet. De overheid in Nederland sponsort heel veel activiteiten waarvan andere bedrijven zouden kunnen zeggen dat is marktvervalsing. In de praktijk is het vaak marktverrijking. Laat ze het eerst maar eens doen. En als je daarmee een extra duwtje geeft dat ze op gang komen, want het is geen voor de hand liggende combinatie. Ik verwacht geen hordes mensen die daarop afkomen. Laat ze het eerst maar eens laten zien dat het werkt. En als ze dan op eigen benen kunnen staan, dan... Ja, zeg het. Oh, sorry. Komt daar iets aan. Ontzettend spannende trekker. Ja, die vind ik ook cool, maar die moeten we wel even zien. Kijk eens. Oh, kijk. Een hele grote met pecan erop. Meneer Van der Spa, u bent niet zo'n fan van de horecaplannen van de gemeente voor de prachtige sporthal Amarena achter ons. Even voor de duidelijkheid, wat zien we hier nou? Waar komt het restaurant nou ongeveer? Hier aan de voorkant zie je dus de sporthal komen en daaronder komt de ingang en dan kom je gelijk in het grote restaurant. Okay, en dan daarachter wordt het zwembad? En daarachter, dat stuk waar je de boel naar beneden ziet zakken, dat is het zwembad. Nou heeft de gemeente allemaal mooie plannen bedacht voor dat restaurant. Die zeggen van, die sportclubs gaan dat zelf exploiteren, daar steken we wat geld in. Er komt de hele buurt hier langs, wordt hartstikke mooi. U bent niet overtuigd? Ik ben niet overtuigd. Ik ben een verenigingstijger. Ik weet hoe het in de verenigingen gaat. En ze hebben nu al grote problemen om de verenigingen draaiende te houden met vrijwilligers. Nou gaat er een enorm beroep komen op die vrijwilligers. Je slaat achterover als je weet wat ze moeten gaan doen. Die vrijwilligersverenigingen die moeten 4 professionele krachten aan gaan sturen. 16 vrijwilligers, dat noemen ze fulltime vrijwilligers, die 2 gedeeltes van de week hier moeten zijn. Die moeten ze ook dus allemaal nog opzoeken. Moeten ze allemaal nog gaan maken. Half jaar de tijd. En dan nog eens een keer, ik heb het even opgeschreven, 750 vrijwilligers zoeken om dat restaurant te bedienen. Ja. Want u denkt dat gaat ze nooit lukken? Dat gaat ze dus niet lukken. En zeker, ze hebben nog niks voor elkaar op dit moment. Ze hebben een half jaar te gaan, dan gaat het open. En hoe krijg je dat nou als niet-professionele clubs voor elkaar? Dat lukt niet. Je had de horeca in moeten schakelen van Amersfoort. En de horeca in Amersfoort had dat graag gewild. En hoe weet u dat? Ik ben 60 horecazaken langsgelopen om eens te vragen hoe dat nou zit. Want de wethouder zei, nee, die horecazaken willen dat niet draaien. Dus dat denk ik, nou, dan ga ik het eens vragen. Ik ben er 60 zaken geweest en allemaal zeggen ze, hoe bestaat het dat zoiets zoveel subsidie krijgt? En wij krijgen nooit wat. En ik sprak een aantal horecaondernemers die zeiden, ik heb geprobeerd om er ook in te komen. Maar ik word opzij geschoven. Ik kom er niet aan de bak. Nou moeten we even voor de volledigheid zeggen, even duidelijk maken. U bent tegen, maar u bent hier ook persoonlijk bij betrokken. Van de Nevobo recreantencompetitie hier in Amersfoort. Wij verzamelen de 500 ongebonden sporters elk jaar weer om volleyballen met elkaar te doen. We doen dat al 50 jaar in Amersfoort. En wij hebben daarvoor nodig 4 velden. Dat doen we ook al 35 jaar op 4 velden in de oude sporthal die tegen de vlakte gaat. En de enige sporthal waar we in terecht komen, kunnen met 4 velden om dit voor te zetten, is deze mooie nieuwe sporthal. Ja. Dus, nou, hartstikke mooi. Je zult wel blij zijn dat hij er komt. Precies. Ik was hartstikke blij. Tot er ineens, twee jaar later, dit was 2013, 2015, kwam er een enorme domper. Wij mochten er niet in. Hoezo? De topclub in Amersfoort, die kreeg voorrang. Die kreeg 30 uur toegewezen en wij 0. De wethouder heeft besloten op eigen initiatief van jullie komen er niet in. En tot overmaat van ramp moeten wij nu naar de andere oudste hal van Amersfoort, waar maar 3 volleybalvelden in zitten.
en waar geen horeca in is. Is hier genoeg aanloop voor mensen die daar even 's middags een broodje gaan eten? Denk niet. Nee? Ik ga geen broodje eten in een zwembad. Maar ja, misschien... De kinderen, zij wel geloof ik. Nou, geweldig, klinkt goed. Ja? Ja, als je bijvoorbeeld lekker gezwommen hebt of je hebt lekker gesport, dan, dan lust je wel wat lekkers. Lekker drankje, lekker hapje. Ja, biertje altijd. Lekker hoor. De gemeente gaat dat restaurant laten uitbaten dus door de sportclub zelf. Dus die gaan dan vrijwilligers regelen die dat gaan regelen allemaal. Denkt u van, nou, goed idee? Of denkt u van, sporters kunnen toch dat helemaal niet goed regelen zelf? Daar moet een professional in. Het lijkt mij wel een goed idee zo van, om het zelf te regelen en daar mensen voor te werven. Mm-hmm. Het zit natuurlijk allemaal in één en dan hebben ze gewoon... Ik denk als je daar een ander restaurant of zo inzet, ja. die zit niet in dat geheel. Mm-hmm. Nee, het lijkt me wel een heel goed idee. Ja? Ja, zeker. Klinkt goed. Ik heb ook wel eens een bardienst gedraaid in mijn tijd bij een hockeyvereniging. Maar om nou een heel restaurant te gaan runnen? Ja, het heeft voor- en nadelen. Het is een grote gok die je neemt, denk ik. Dus kunt u ze verwoorden, wat zijn de voordelen? Ja, de voordelen is dat ik maar hoop dat het goed loopt natuurlijk. Ja, en dat dan kunnen de sportclubs het geld zelf houden. En nadelen? Ja, als het niet loopt, dan kan die kappen. Soms wordt het je niet makkelijk gemaakt om een aflevering van De Kwestie te maken. Wij dachten vooraf en wilden het eigenlijk vooral hebben over het restaurant wat hierin komt. En of dat nou wel of niet subsidie moet krijgen. Maar toen we met mensen gingen praten ontdekten we al veel dat er veel meer dingen speelden. Een onmogelijk aantal onderwerpen in één aflevering te verwerken. Moet dat restaurant voor iedereen toegankelijk zijn of niet? Moet het wel door de sportverenigingen worden uitgebaat? Wie mogen er eigenlijk allemaal wel en niet in die sporthal? Een hele grote aantal onderwerpen wat we geprobeerd hebben te benoemen, maar waar we ongetwijfeld in de toekomst het nog verder over gaan hebben. Gelukkig maar zijn wij niet de enigen die er zo over denken. De Amersfoortse gemeenteraad denkt er hetzelfde over. Die hebben er deze week over gepraat en die gaan er volgende maand weer lekker over doorpraten. Dus wat dat betreft nog genoeg onderwerpen om het over te hebben. Volgende week weer een andere kwestie. Ik ben Jurgen van Ginkel. Tot dan.